Ja, dat is een hele goede verzorger. Hele goede masseur, maar ook echt wel als verzorger. Hij weet wat hij moet doen, wat wij als renners nodig hebben. Ja, dat is heel fijn. Je hoeft hem in ieder geval niks uit te leggen. En ja, straks op tafel ga ik ook wel weer misschien wel wat pijn hebben na de ploegentijdrit. Maar dan kom ik in ieder geval weer beter van tafel. Verzorgen zijn bij een wielerploeg is een mooie, maar drukke baan. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat werken de verzorgers om de rensters optimaal te kunnen laten presteren. Gerard Spierings is verzorger bij de Rabolift Giant ploeg. En hem vroegen we hoe hij deze drukke dagen volhoudt. Ik masseer nu Talita, die is de eerste van 6 van vandaag. En ja, hoe hou je dat vol? Mijn handen zijn al die jaren er wel een beetje gewend, dus dat is wel te doen hoor, 6. Het is hard werken, op het eind van de dag zal ik ook behoorlijk moe zijn. Maar ik ben het gewend om dat regelmatig te doen. En soms zijn we met 2 verzorgers, alleen in deze koers ben ik alleen, dus dan komt er iets meer op mij af. Maar dat is geen probleem. Ze hebben gisteren na de wedstrijd goed uitgefietst. Zeker een kwartiertje allemaal uitgefietst. Daarna hebben ze allemaal hun herstel genomen, hersteldrank, herstelrepen. Ze hebben voldoende eiwitten, goed gegeten, goed gerust. Vanochtend uitgefietst en nu de massage. Gerard die zorgt voor alles. Hij voor de koers, na de koers, tijdens het rusten. We kunnen altijd bij hem op de kamer wat eten en drinken halen. De massages zijn ook heel goed. Hij heeft heel veel verstand van alle spieren in het lichaam. Dus voor ieder pijntje ook weet hij wat hij moet doen. En nou, daarom is hij echt een super verzorger. Hij heeft overal verstand van. Op een wedstrijddag maak ik alle bidonnen gereed. Ik zorg dat alle dames een speciaal taartje of puddingbroodje hebben voor bij de wedstrijd. Ik zorg dat er na de wedstrijd opnieuw hersteldranken klaar zijn. Herstelrepen, eiwitrepen, een lekker broodje voor na de wedstrijd. En dan zijn ze klaar om te starten en de wedstrijd te beginnen. De koersen zijn natuurlijk heel erg zwaar en dat gaat je lichaam wel merken. En door het herstel is het belangrijkste van het lichaam. En door de massages en het goede eten wat Gerard verzorgt, herstel je sneller en kun je de volgende koers weer goed aan de bak. Ja, in eendagswedstrijden wordt er anders gemasseerd dan in etappekoersen over het algemeen. Etappekoersen is de massage wat rustiger, minder diep. En een eendagskoers is die ietsje dieper, iets meer accent op de spieren. Gerard is een hele aardige vent. Hij kan met iedereen goed opschieten, en denk ik toch. En hij doet het heel goed. Het is een hele goede man.